Routine is goed. Daar zijn we helemaal fan van. Maar als het om training gaat, dan is variatie ook heel belangrijk. Zeker wanneer je al wat trainingsachtergrond hebt. Altijd goed en fijn om nieuwe dingen te implementeren. In deze video bespreek ik 5 nuttige oefeningen waar jij vermoedelijk nog nooit van hebt gehoord of waarvan je vergeten was dat ze bestonden. Hey team, welkom terug bij ons kanaal FitFacts, waar jouw veelgestelde vragen over fitness, gezondheid en een actieve levensstijl beantwoord zullen worden. Denk je na dit lijstje nog aan andere bepaalde oefeningen? Deel ze dan hieronder in de comments en zo helpen we elkaar naar een hoger en beter niveau. Oefening nummer 1. Single leg good mornings. Single leg good mornings zijn een variant op de Romanian deadlifts, de eenbenige Romanian deadlifts, maar in dit geval leg je de bar in de nek in plaats van hem in een deadliftpositie voorwaarts naar beneden te laten hangen. Val gecontroleerd naar voren met je romp en strek tegelijkertijd je vrije been recht naar achteren. Je rug blijft recht en je bekken blijft horizontaal zonder open te draaien. Door het gewicht in de nek te leggen, verleg je de hefboom en zullen je rug en schouders nog harder moeten werken. Zorg er dus voor dat je eerst een klassieke Romanian deadlift, RDL of diver kent en kunt alvorens deze variant te proberen. Start ook met een relatief laag gewicht en bouw geleidelijk op. Oefening nummer 2, front shoulder press. De front shoulder press is een shoulder press waarbij je je ellebogen naar voren brengt. Hier voer je een shoulder press uit met dumbbells of een ander type gewichten. Het verschil met de typische shoulder press met de armen zijwaarts is dat je je ellebogen voor het lichaam brengt en van daaruit de press recht omhoog uitvoert. Hou hierbij je borst open en schouders weg van je oren. Zorg voor een trage en gecontroleerde beweging. Ten eerste is deze variant goed ter afwisseling van de meest gekende shoulder press. Daarnaast is de spierwerking ook wel wat anders. De spieren die de schouderbeweging maken, moeten in andere hoeken, lengtes en hefbomen kracht genereren. De spieren rond het schouderblad moeten de bewegingen anders controleren en afremmen. Oefening nummer 3. Single arm rotation kettlebell swings. Opnieuw een unilaterale, ook wel eenzijdige, variant op een oefening die je vermoedelijk al wel tweebenig kent. Start op dezelfde manier waarop je een kettlebell swing uitvoert. Wanneer je het gewicht naar beneden afremt, strek je het been uit langs de arm die de kettlebell vasthoudt. Blijf goed steunen op je been dat blijft staan en duw hierop zodat de kettlebell weer naar voren swingt. Gedurende de hele beweging blijft de romp recht, maar het zitvlak mag goed naar achteren zakken en de romp kan daaruit goed naar voren leunen. Draai je arm en pols naar binnen om de beweging vlot te doen verlopen. Wissel de kettlebell van hand wanneer de kettlebell zich op het hoogste punt bevindt en beide benen weer centraal staan. Oefening nummer 4, een cross punch. In deze variant zit wat rotatie van de romp. Vaak voeren we enkel lineaire bewegingen uit die ofwel alleen rechtdoor worden uitgevoerd ofwel puur zijwaarts, maar dit zonder rotatie. Rotaties toevoegen in je krachttraining zorgt voor engagement van je diepe buikspieren en de verschillende spierketens. Dit soort oefeningen worden ook wel eens als functioneel beschreven. Voor de crosspunch heb je een rekker of toestel nodig waarbij de weerstand je naar achteren trekt. Dit kan met één of meerdere elastic bands, een cable machine of een Kaiser toestel. Start in een stevige base position en gedurende de hele reeks blijft je gewicht en steunarm op die positie en op deze hoogte. Box diagonaal terwijl je je tegengestelde been uitstrekt. Keer gecontroleerd terug naar de basispositie en voer dit zo krachtig en snel mogelijk uit. Via deze oefening leer je je benen gebruiken om meer kracht te zetten. Zo maak je een transfer van kracht van je beneden naar boven, dus van je benen naar je romp en armen. Ook hier is er een rotatie rond de verticale as. En oefening nummer 5, een lunge met verhoogde voorvoet. Zoals je merkt, veel eenbenige varianten. Bij deze lunge zal je je focus moeten leggen op het hoog houden van je hiel. Hierdoor moeten je kuitspieren isometrisch en dus extra werk leveren. Gebruik een gewichtsschijf of klein opstapje om je voorvoet op te plaatsen. Ga in een brede voor-achter spreidstand staan met gestrekte benen. Hef je voorste hiel,
Deze maakt gedurende de hele oefening geen enkel contact met de grond. Voer een lunge uit zonder je voeten te verplaatsen of je heel te laten zakken. Fancy oefeningen, allemaal goed en wel. Maar hoe en waarom je ze in je trainingen stopt, is wat er echt toe doet. Vergeet niet dat je zeker rekening moet houden met het niveau van de oefening en dat je deze kan aanpassen naar jouw huidige niveau en zo kan opbouwen naar een moeilijkere moeilijkheidsgraad, naar een hogere moeilijkheidsgraad. Je kan ze dus aanpassen, maar basics blijven, zowel voor gevorderden als voor beginners, een heel goed startpunt. Want het zijn basics met een reden. Welke oefening is nieuw en ga je zeker testen? Laat het ons hieronder weten. Ik zie jou terug in een van de volgende video's. Bye!